Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga laten zien wat mijn gezichtsverzorgingsroutine is. Deze vraag heb ik namelijk een aantal keer gekregen van, goh, wat doe jij precies voor je gezichtsroutine? Dus ik dacht, ik zal het eens even laten zien. Sowieso beginnen we even met een scrunchie, want je haar in je gezicht houden is niet handig. Die staan ook echt op een heel, eigenlijk een beetje awkward laag dingetje, maar we komen er wel. Meestal doe ik natuurlijk de gezichtsroutine in de badkamer hier beneden en doe ik hem eigenlijk een beetje in fases. Want als de kinderen beneden zijn, wat dan ook, is dat niet heel handig. Dus ik ga laten zien wat ik over het algemeen gebruik. Of wat ik wel eens als vervanging gebruik. En waarom ik het gebruik. Etcetera, etcetera, etcetera. Nou ben ik referentieverpleegkundige wondzorg. Dat betekent dat ik de opleiding heb gehad. Om te begrijpen hoe de huid in elkaar zit. En hoe wonden sneller herstellen. Daardoor weet ik ook een aantal zaken over de huid. Dat gezegd hebbende bestaat onze huid uit 3 verschillende lagen. Namelijk de opperhuid, de lederhuid en de... Oeh. Wordt vergeten. Niet zo. De opperhuid is zeg maar de huid die je hier zo gewoon echt kan aanraken. Die bestaat eigenlijk uit een soort van hoornlaag. Een soort van panzer. Waarbij de huidcellen zo... Ik zal kijken of wat je kan vinden. Zo zitten. Dat betekent eigenlijk dat alles wat je er aan de bovenkant doet... Vrij weinig tot... Nou ja, niet heel erg veel effect heeft. Misschien dat dat 20% van de effect van je huid is. Wat je ziet... Ten opzichte van zorgen gemaakt binnenuit, namelijk de huid die eronder ligt, dat zit je bindweefsel. Dat zijn je bloedvaten, je lymfvaten, dat is waar alle afvalstoffen worden weggehaald. Dat is waar de zuurstofrijke bloed je gezicht inkomt, wat natuurlijk je gezonde glow geeft. Dat zorgt ook voor je elasticiteit. En daaronder zit zeg maar je vetweefsel en dat soort dingetjes. Zoals de huid werkt is dat het eigenlijk gewoon iedere 28 tot 30 dagen vernieuwt. Van binnenuit. Dus eigenlijk wat je wilt zien is dat die hoornlaag iedere keer een stukje afgeschroeid wordt. En dat die van boven onderaf, vanaf je bindweefsel weer een beetje wordt aangevuld. Dat is waarom als je met een nieuwe gezichtsroutine begint, je eigenlijk zeker al 4 weken ervan aan om te kijken of het echt werkt. Tenzij je ergens bijvoorbeeld allergisch reageert, dan zal je dat eerder gaan zien op je huid. En een aantal zaken die je van binnenuit kan doen om te zorgen dat je huid gezonder is. Namelijk voldoende water drinken, voldoende bewegen, voldoende nachtrust en je eigen goed beschermen tegen zonlicht. Want hoewel een beetje zonlicht en UV-straling goed is voor je huid omdat het ontstekingsremmend werkt, is te veel schadelijk en breekt het je DNA ook een beetje af waardoor je snelle huidverouderingen krijgt. Dat zijn allemaal dingen die je kan doen om de huid zo gezond mogelijk te laten worden vanaf de binnenkant. En vanaf de buitenkant is het gewoon vooral heel belangrijk dat je het reinigt en het hydrateert. En omdat het de hoornlaag is, omdat het eigenlijk niet echt bij je bloedvaten dat ze niet komt, hoeft het ook niet echt heel speciaal of heel specifiek te zijn in mijn mening. Dus bijna alles wat ik nu ga laten zien is ook van de ethos. Dus ja, lekker goede kop. Afhankelijk van hoe mijn huid is, begin ik met de hypoallergene cleansing foam. Dus dat is een foam. Ik gebruik hypoallergene omdat ik een best een gevoelige huid heb op parfums en dat soort dingen. Niet met alles, maar met veel dingen wel. Dus daar begin ik mee. Niet iedere ochtend. Het ligt een beetje aan hoe mijn huid eruit ziet. Als ik bijvoorbeeld de avond tevoren een full face of make-up nog heb gehad, dan heb ik er wel afgehaald. Maar er blijft altijd restanten zitten. Was mijn huid net zoals nu. Ik kan het gewoon zien, het gloeit gewoon. Heel erg vet, of ik heb heel erg veel onregelmatigheden. Ik doe het wel altijd iedere avond onder de douche. Op die manier mijn gezicht schoonmaken. Om echt alle junk van de dag ervan af te wassen. Maar nu doe ik het dus ook 's ochtends. En dat doe ik met deze. En dit is zo'n... Het zit bij de Action. Bij de beauty en zeepproducten. Het zit in zo'n kokertje. Het is gewoon eigenlijk 100% polyester. Het is gewoon vlies. Er zitten van die kleine holtjes in. En wat ik doe, is ik doe gewoon warm water zetten. Dan doe ik even mijn gezicht mee nat maken met dit dingetje. En dan doe ik een pompje, misschien 2 erop. En dan doe ik dan zo. Vaak doe ik het ook gewoon onder de douche. Een beetje warm water om je poriën te openen. Zo. En doe ik er wat foam op. Zo, ik laat zien. Zoiets meestal. En doe ik mijn vingers ertussen. Want dat vind ik zelf heel fijn. En doe ik even. Zo, en dan gaan we. Vooral op een stukje die ik heel vet vind. En het fijne van dit doekje is dat het een klein beetje schuurt. Waardoor je het gevoel dat je een kleine lichte exfoliation hebt. Vooral mijn kin is me altijd heel erg. En mijn voorhoofd. En deze. En het spoelen we dan natuurlijk ook weer helemaal af. En dat doekje doet natuurlijk een beetje schuren en alles een beetje
scrubben. Ik doe ook één keer in de week, of misschien soms meer, een cleansing peeling. Deze is ook van de ethos, gewoon voor alle gezichtstypen. Deze is niet per se hyperallergeen. Dit is gewoon vooral, vind ik, onderhoud en eventjes zodat het allemaal lekker egaal blijft. En dat er geen ophopingen kunnen ontstaan. Deze doe ik ook wel eens wat vaker gebruiken, als bijvoorbeeld bij een ongesteld en ik heb helemaal uitbreken van puistjes en dingetjes. Dan gebruik ik die met extra om gewoon even de ontstekingsdingen dan af te halen en al het troep. Balg en zo, even allemaal weg te halen. En ik doe, op het moment dat ik mijn foam heb gebruikt, gebruik ik eventjes de cleansing tonic. Om nog eventjes het extra, alles van de foam er even af te halen wat er nog op zit. En extra te hydrateren, want die zit ook, deze is ook hyperallergeen. Deze is ook een beetje hydrateren. Ik doe het gewoon met een badje. Dit is eigenlijk ook wat ik iedere avond doe. Even een beetje tonic erop. Ik heb ook het gevoel dat dan mijn crème ook al blijft. Daar zit op, dat is de volgende stap. Dat even drogen. Dan is het misschien gelijk een goed moment om te vertellen dat als ik heel droog, als mijn huid heel droog is of als het echt heel onregelmatig is, ik heel veel vlekjes heb, puistjes heb, oneffenheden heb, dan wil ik het ook nog wel eens na reinigen in plaats van tonic met kokosolie doen. En dat is omdat kokosolie ook ontstekingsremmend is. Dus dat zorgt dan ook gelijk voor dat alle bacteriën en dingen die op je huid zitten, die oneffenheden veroorzaken, weggaan. En kokosolie is ook gelijk hydraterend, dus dan kan ik het extra moisturizen. Dit doe ik eigenlijk vooral 's avonds. Ik gebruik het nooit overdag, want je wordt één grote glimmende aardappelbal. Oké. Okay. Als de tonic is ingetrokken, dan afhankelijk of het dag of nacht is, gebruik ik een dag of nacht crème. Hydrateren is sowieso heel belangrijk, vind ik persoonlijk, bij je huid. Want dat is wat het jong en jeugd gaat, wat de collageen op zijn plek houdt zitten. Net als crèmes met cutine, dat soort dingen. Die cutine die komt gewoon niet door die hoornlaag heen. Die hoornlaag is om je huid te beschermen tegen invloed van buitenaf. Is echt een soort van panzer. Dus die cutine die komt nooit op de plek van je bindweefsel waar je het nodig hebt. Want die zit echt in de laag daaronder. En daar komt sowieso geen producten van buitenaf. Want dat wil je lichaam niet. Want je huid is een soort van beschermmechanisme tegen alles van buitenaf. Dus die gaat geen cutine dat je op je huid smeert ineens accepteren. Want alles ligt er bovenop. Dus dat gaan ze niet doen. Belangrijk bij dagcrème, of die nou van de Ethos of wat dan ook, is dat die SPF heeft. Zoals net gemeen. Kan je dat zien? SPF. Daar is die. Goed. Derby is. Zoals net gezegd, is een beetje UV-straling goed. Want dat werkt ontstekingsremmend. Maar te veel is sowieso niet goed. En je krijgt heel erg snel te veel UV-straling. Dus een dagcrème met SPF is altijd hartstikke goed. Sterker nog, ik gebruik niet alleen mijn dagcrème, maar ook mijn BB-crème. Cream is met SPF, zodat ik een dubbele extra laag heb. Ik heb natuurlijk een hele lichte huid die ook best wel gevoelig is. Dus dat is altijd wel fijn. Dan moet ik eerlijk zeggen, deze is volgens mij niet van de hyperallergene versie. Want ik reageer eigenlijk niet heel erg op ethos parfum. Dus of in ieder geval die in de lijn zit. En dan ben ik weer naar een glimmende glimbal. Ja. Als het allemaal ingetrokken is, daar wacht ik altijd even mee. Dan doe ik altijd ondertussen alvast de kinderen naar beneden halen en dat soort dingen. Dan pas ga ik mijn make-up eroverheen doen. En vaak zit het inderdaad ook gewoon een BB cream met wat dan ook. Ik heb wel eens een keer een quick mama look gefilmd. Dus dat ik eventjes hier of hier, waar mijn eye card ook staat, link is dat je kunt zien hoe simpel die eigenlijk is. Maar dit is eigenlijk alles wat ik 's ochtends doe. 'S Avonds is het dus alleen deze onder de douche. En de tonic om op te frissen. En dat is eigenlijk alles. En ook van de nachtcreme. Ja, dat kan ik aan je zien. Dit is de extra hydraterende, verdroogde en gevoelige huid. Ook van de ethos. Het zou van de kruidvat kunnen komen. Je zou het van de ethos kunnen doen. Trekpleister. Je kan het van Nivea gebruiken. Noem het maar op. Eigenlijk zolang het maar die buitenste hoornlaag soepel houdt. En goed rijmt, zodat er geen verstopping kunnen komen in dat panzer. Dan doet het al het werk dat je vanaf de buitenkant kan doen om je gezicht zo glad en egaal mogelijk te houden. Zolang ik me hydrateert en kan schoonmaken, dan is dat heel erg. Al het andere moet van binnenuit komen, zoals gezegd, met water, met rust, met beweging. En inderdaad beschermen tegen UV-straling. Dus dat is mijn two cents om hoe ik mijn gezicht verzorg en waarom ik dat soort dingen belangrijk vind. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jij een favoriet product hebt wat jij gebruikt voor je gezichtsverzorging, laat die dan even in de comments achter. Ik ben altijd wel benieuwd naar andere opties. Vind je deze video nou leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En als je zit in die mommy look, zet ik hem ook nog eventjes in de end slide hiernaast.
Ik zet de complete mama vlog zet ik hier zo neer. En de abonneerknop natuurlijk naar beneden. En dan hoop ik jullie dat ik jullie daar zie. Doeg!